Hallo, leuk je kijken naar de Korte Week Horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 28. En dat is van maandag 11 juli tot en met zondag 17 juli. Dus de kaarten schudden om te kijken wat week 28 voor de leeuw gaat brengen. Dan lijkt het leeuw alsof je deze week misschien de week een beetje begint met wat lastig slapen, misschien wat onrustige dromen, onrustige tijden en niet helemaal wetend waar je heen wil. Het is echt maar een heel klein stukje, want ik heb het idee dat je op een gegeven moment ineens weet wat je wil en dat geeft zo'n boost en energie dat je weet wat je wilt gaan doen, dat daar meteen die actie in komt. En die actie lijkt ook voor jou wel te maken te hebben, omdat je ineens een stukje hebt dat je je weer thuis kan voelen, dat je je prettig voelt, dat er iets gebeurt waardoor je jezelf mag zijn. En op het moment dat je dus zo lekker in je vel zit en weet wat je wil, lijkt je gewoon echt bergen te kunnen gaan verzetten. Ik heb dan ook het idee dat het in het begin van de week en het eind van de week gewoon voor jouw persoon echt een ander persoon kan zijn. Omdat je zo sterk in je schoenen staat, waar je in het begin echt een beetje aan het twijfelen was. En dat komt voor mijn gevoel ook omdat je niet helemaal wist wat je nu moest gaan doen. Maar heb er vertrouwen in, aan het eind van de week lijkt je het echt allemaal naar je hand te kunnen gaan zetten. En dat uit te kunnen gaan voeren wat je heel graag wil. Dit was weer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.